Zo, we zijn op weg naar Vans. Zo. Het wordt weer een warme dag. Vandaag is het de tweede keer dat we gaan samenspelen, Annemarie en ik. Dus ik heb mijn piano dus weer ingeladen in de auto, maar nu is het toch wel een stukje verder rijden. We zijn zowat vertrokken rond 11 uur, het is nu al 12:30. Nou, we zijn in de buurt van Villeneuve-Loubet, aan Cagnes-sur-Mer. Ik hoop dat ik de juiste afslag neem, denk ik wel dat het is. Het staat hier niet meer aangeduid. Dat zal wel goed zijn. Ja, het is groen. Klopt. Kijk, Vans. Voilà. Hier zijn we bij het station van Cagnes-sur-Mer. Daar achter ligt de piano in de auto. Saint-Paul en Vans. Oké, we zitten goed. Nou, hier voor ons in de bergen ligt Vans. Vans is een oud Frans bergdorp, vlakbij Nice. In gras. Het eerste verschil moet er zijn, heb je dat nu gezien? Oh. Van hieruit zie je het oude dorp liggen, Vans, helemaal in de bergen verscholen. Dat is heel mooi om te zien. Het komt er zo bij. Hoppa. Yes. Nee, dat is veel te hard. Thank you.
pagina 15 begint zo.
En het is hier fantastisch mooi, een oude middeleeuwse stad. Dus we gaan ook even de stad bezoeken. Zo, je kan Vans niet passeren om even door de oude stad te lopen. Het is magnifiek. Moet je dan kijken. Met fonteintjes, oude huizen. Mooi. Oh. Oui, c'est l'évêque. Je vois le visage de l'évêque et la crosse. Non mais je voyais pas du tout. Et tu vas voir que on pouvait sortir de l'église que. Brand zal content zijn. Zo, dat was het weer. Vans, zondagmiddag. We hebben mijn piano terug ingeladen. En we gaan terug naar Vidoban. Het was heel leuk hier. We hebben goed gespeeld. Weer wat bijgeleerd. Tot de volgende video.